Dit is de outdoor chef Chelsea Houtskool Barbecue met het welbekende trechtersysteem. Deze barbecue is te verkrijgen in twee verschillende maten. Deze heeft een grillplateau van 48 centimeter en deze heeft een grillplateau van 57 centimeter. De gehele kogel is gemaakt van geëmailleerd staal en dat roest niet en is makkelijk voor schoonmaken. In de deksel zit een thermometer, zodat je kan zien op welke temperatuur je aan het garen bent. Daarbovenop zit een hittebestendig handvat en de verder je hem openzet, de harder die gaat branden. Hij heeft een chrome grillrooster, maar het mooie hiervan is, er zit een luikje in, zodat je makkelijk de houtskool kan bijvullen. Bij deze outdoor chef kan je op drie verschillende manieren grillen. Als je hier namelijk de kooltjes erin doet, ja, dan ben je hier dus direct aan het grillen en hier indirect aan het grillen. Wil je 100% indirect grillen, want hier liggen de kooltjes, dan doen we dat op deze manier. En wil je 100% direct grillen, dan halen we het rekje eruit, dan halen we de trechter eruit en dan doe je dus eigenlijk wat alle andere concurrenten doen. Als je met houtskool of briketten aan het grillen bent, dat onttrekt vocht. Dat is waarom dit bakje erin zit. Daar kunnen we dus water in doen of met een smaakje bier of wijn. De bak waar we de kooltjes en de briketten doen, dat zien we nu heel duidelijk met allemaal hele kleine gaatjes. En dat is weer mooi, want dan branden ze namelijk minder snel en vallen ze ook niet naar beneden. Dus doe je er langer mee. Hieronder zien we een rekje zitten. En een gaatje, daar valt al het as door naar beneden in de opvangbak die daar weer onder zit. En daaronder zit de asopvangbak. Die halen we er makkelijk onderuit door het lipje zo weg te halen. Op die manier blaast niet dat as over je terras heen. En er zit ook nog een hendel aan, zodat we zelf kunnen bepalen hoe hard die brandt. Als hij verder open staat, brandt hij harder. Willen dat hij wat minder hard brandt, dan doen we hem een beetje dicht. Als je de barbecue wil aansteken, hebben ze ook over nagedacht. De onderkant zit nog een klein rekje. Dan zou ik hier de aanmaakblokjes opzetten en hier dus de kooltjes erin, zodat hij mooi snel aangaat. Deze barbecue staat op twee kunststof wieltjes en hij heeft een hendel aan de voorkant zitten, zodat je hem ook makkelijk kan opbergen. Ja, dit is toch wel dé uitvinding voor degene die gaat barbecuen. Je loopt altijd zo te rommelen om dat houtskool aan te steken. Hè, met die blokjes, die aanmaakblokjes ertussen. Daar is dit voor. Dit is de Outdoor Chef Briketten Houtskool Starter. Hier leggen we de aanmaakblokjes onder. Doen we hier het houtskool in. En zet je hem er zo bovenop. Krijg je het schoorsteeneffect. Dus gaan de jongens ook lekker snel aan. Kan je hem zo vastpakken. Nou, mocht je dit wat veel gevuld hebben, heeft hij een dubbele hendel. Kan je hem ook nog een keer zo en zo pakken. En je giet zo je houtskool en je briketten in je barbecue. En is hij lekker snel en makkelijk aangegaan. Nog een paar accessoire tips van Outdoor Chef. Handig is deze temperatuurmeter. Die gaat dan in de kern van het vlees. Kan je zien of die al gaar is. Natuurlijk gewoon handig ook in de keuken. Niet alleen voor het barbecuen. Dan hebben we deze handschoen. Ja, dat is een hittebestendige handschoen. Zodat je je handen niet verbrandt als je aan het barbecuen bent. En helemaal gaaf is deze jongen. Dit is namelijk als je gehakt koopt. Dan heb je een hamburger persmaker, dus dat doe je er zo in en dan pers je hem zo met die mooie randjes. En het mooie is dat de hamburger hier niet aan blijft plakken. En nog een accessoire die je echt moet hebben, dat is namelijk deze pizzaschep. Stoer en handig voor in de oven. Alle belangrijke dingen moet je goed beschermen, zeker voor in de winter. Dus hebben we deze winterbestendige hoes, zodat die barbecue mooi schoon blijft. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina. Nee.